gedachteksten van vrijdag 4 oktober 2024 zijn gehaald uit Psalm 119, vers 82. Mijn ogen smachten naar uw belofte. Wanneer zult gij mij vertroosten? Mijn ogen smachten naar uw belofte. Wanneer zult gij mij vertroosten? Psalm 119, vers 82. Het leerwoord is gehaald uit Hebreeën 4, vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Hebreeën 4, vers 16. Heilig, heilig zijt gij, Heer, groot oneindig in vermogen. Aard en hemel geeft u eer, God en Vader vol meedogen. Eer en heerlijkheid en macht wordt u eeuwig toegebracht. En zo komen we bij u, o Heer, u lovend, u prijzend, omdat wij vanmorgen wederom ervaren dat er een God is die alles gemaakt heeft, die de dag weer heeft doen beginnen en die ons gewekt heeft. We leven en we hebben leven in overvloed en daarvoor kunnen we u alleen lof, eer en glorie geven, u dankzeggend, omdat u ons in uw hand houdt, omdat u ons de heerschappij gegeven heeft over deze aarde en dat wij voorbidders voor u zijn, dat wij voor u op weg gaan bij een ieder die verdrietig is, die wanhopig is, die ziek is, die pijn heeft, die honger lijdt, die gekleed moet worden omdat ze naakt zijn, die dakloos zijn. Vader, zij die radeloos zijn, zij die vanwege hun ziekte niet weten wat ze moeten doen, die twijfelen omdat ze net een baan verloren hebben, die verdrietig zijn of wanhopig, wie zou u niet vrezen? En wie zou uw naam niet verheerlijken? U alleen bent het die heilig is. En omdat wij uw kinderen zijn en dat wij op u lijken, verlangt u van ons dat we heilig zijn, zoals u heilig bent. Wij die als nieuwe schepselen vandaag weer staan op die rots die zo onveranderlijk is, komen wij en geven we u ons al, onze agenda, onszelf, alles wat wij gedaan hebben dat niet goed is, tot uw eer, onze familieleden, onze vrienden, iedereen op de werkvloer, overal in de oorlogsgebieden. Vader, wij bidden voor vrede in de wereld, vrede in de harten, vrede op de werkvloer, vrede voor regeerders, voor regeringen, dat wij allen bidden, omdat u, o Heer, van orde en regelmaat houdt. Help ons om die orde en die regelmaat in uw naam na te streven en elkaar lief te hebben zoals u ons ook heeft lief gehad. Met ons gehele hart, met ons gehele ziel, met ons geheel verstand en onze hele kracht. En al onze kracht geven wij u die liefde, houden we van u en van onze naasten als onszelf. En op die wijze geven wij u elk kind, elke volwassene, elke jarige, elke oudere voor zegeningen. Dat wij ook anderen mogen zegenen. Dat wij zegenend rond mogen gaan. Omdat een ieder wacht op u, o Heer. En zo wijzen wij ze de weg naar u. En herkennen ze u in ons. Gaat u zo met ons. In de naam van Koning Jezus geef u alle lof, alle eer en alle glorie. In Jezus' naam. Amen, ja, amen. En ik zal worden.